The Road to the Gamersnet Rebels wordt mede mogelijk gemaakt door MSI, Samsung en computerbestel.nl. Jongens, welkom bij ronde 5. Toch? Ja, oh shit, 5 jaar alweer. Goed. Ronde 5 van de Road to the Gamers and Rebels. Want dat is eigenlijk hoe we het nu al kunnen noemen. Ja, want eigenlijk. Het is niet echt meer Road to eSports. We zitten al in de eSports. Met de Rebels. Ja, met de Rebels. Jongens, CSGO team is uitgeschakeld. Nee, achter je. Nice! Kom op, Indy! Ah! Oh, ja, dat was de game. Mooi einde, alsnog. Ondanks een verlies. Maar, jammer, maar... In de ESL Benelux, maar... LOL is door. League of Legends team is door. Je boy. Dus volgende week maandag spelen die hun volgende ronde. Dus check dat op gamers.nl. Wat is dat? Weer een kwalificeringsronde? Ja, dat is dat? Nog een kwalificatie. Oké, dus nog een keer kwalificeren en... Daarna is er nog een ronde en dan zitten we erin. En dan is het 8 weken lang gaan, hè? Oké, dus wel duimen, jongens, anders komen we er niet. Maar goed, stap 5 van een e-sports team maken. Maar we beginnen met stap 4. Oh, afronden, want dat was het clublied. Ik moet even streng zijn tegen jullie. Er is weinig ingezonden. Even op de vingers getikt worden door Peter hier. Want het is ook zo, bij de naam hadden we meer dan 100 reacties. Ja, maar dat is ook, een naam is ook gewoon spuien en door. Weet je, daar hoef je het niet over na te denken. Ja. Bij het logo kregen we tientallen logo's. Het shirt kregen we 10 shirts. Ja. En nu kregen we 2 nummers ingestuurd. 2 nummers als clublied, hè? Als clublied. We hebben het hier wel over oneindige roem door de songwriter van de Gamers and Rebels. Ja, en nou voor die 2 mensen die dan wel hebben ingezonden, wordt niet blij. Ook jullie hebben niet gewonnen. Dus. Nee, ja. We kappen alles. Nee, de Rebels stekken eruit. Nou ja, goed. De eerste inzending was van... Hallo. Ik ben Jaro. Hi Jaro. Hoi Jaro, what's up? En mijn producer/DJ naam is Dark Jaro. Dus, en hij heeft een tekst geschreven, maar zonder muziek eronder. En ja, dan wordt het een beetje lastig, want je kan geen random tekst op muziek zetten. Kan niet. Nee, maar hij maakt zelf ruigere hardstyle. Dus ja, dan had hij dat eronder moeten zetten. Dat was wel vet geweest als we gewoon echt een... Gewoon super amicaal volkslied hadden, maar gewoon super harde Anger Fist beats eronder. Had ik leuk gevonden. Dat was serieus vet geweest. Chiptune misschien? Chiptune was leuk geweest, ja. Het chorus was, wij zijn de rebellen, het is hier geen carnaval. Het draait allemaal om skill, niet om toeval. Dat is AA, hè? Ja, ja, ja. Maar het woord AAA, A. Want wanneer we ons op je richten, roep je beter voor een terugval. Want we storten harder op jullie dan water van een... Titanfall. Wow. Waterval. Nice. Ik vind, ja, het rijmschema was wel AAAA. Dat had wel iets meer variatie mogen gebruiken. Ja. Maar dikke props voor de tekst. Want echt, er zitten echt heel veel coupletten ook bij. Gezongen door een man, de teamleider. En ik ga het niet helemaal oplezen. Je kan het hieronder lezen, het nieuwsbericht. Dat is de tekst 1. Wow. Zo een kantje. Die tekst is echt flink lang. Dit is geen nummer meer, maar dit is gewoon een... Een ode. Ja, dit is een heel album zo'n beetje, denk ik. Hulde voor je inzet. Ja, onwijs bedankt. Dat wel. Maar niet gewonnen. Ja. Dan hebben we Thomas. Thomas heeft ook een nummer. En die heeft echt op een bekend nummer. En ik moet zeggen, dat komt wel in de buurt. Alleen textueel zit er 1 foutje in. Waardoor we onszelf compleet in tweeën zagen. Ja. Wat is het ook alweer? Als Gamersnet erbij is, verdelgen ze het onderspit. Ja, dus dat is dus 1, is het delven het onderspit. Okay, en als, dat we, als we daarvoor gaan, dan zeggen we dus letterlijk... Dat we zelf doodgaan en verliezen. Maar goed, dit is dus een klein stukje hoor. Fan of vijand. Als Gamersnet erbij is, verdelgen ze het onderspit. Door de trouwe fans winnen ze elk spel. Gamersnet Rebels door ieder geliefd. De sfeer is zo goed. Ja, hij is goed. Het is wel maar ook Schouder en Schouder is daar een goed nummer voor, Thomas. Dat heb je goed gezien. Ik ben wel voor. Ik vind Guus Meeuw is fijn dat hij erin zit. Ja, we kunnen absoluut. Ook Gedenk nog pakken, eventueel. Ja, Gamersnet. Gamersnet. Gamersnet.
Gamersnet. Rebels. En anders het dondert en het bliksemt. Ja. Maar dus ook dit niet is gewonnen. Wel een goede inzending, though. Leuk. Het is wel een goede inzending, maar dankjewel, Thomas. Alleen dat we onszelf ownen, dat is een beetje jammer. Dat breekt eigenlijk net het hele nummer. Ja. Yo, we zijn zo slecht. Maar goed, Thomas, ik weet dat je om jezelf kan lachen. Doe mij ook. Ik heb Hans Otjes gebeld. Ja. En ik heb gezegd, jongen, er moet een Gamersnet volkslied komen. En dat heeft hij geschreven. En dat gaat hem worden, het Gamersnet volkslied. En ik zal het je nog sterker vertellen. Aanstaande zaterdag zijn hier 40 Gamersnet bezoekers. Holy shit. Dat is wel veel. Voor de grote Gamersnet vriendendag barbecue / bingo. Extravaganza. En daar gaan we dit nummer ook met z'n allen inzingen. Oh, wauw. Ja. Wacht, dit is dit is op het Nederlandse volkslied, toch? Ja, nee, het is van André Hazes. Dus alles wat André Hazes is geschreven kan als volkslied dienen. Dat is natuurlijk ook zo. God, wat was het ook een volkszanger. Ja. Los. Ja, nee, geen haat. Dat is heel zout, dit. Dat is niet zout. Jawel. Let op. Ik ga even... Okay. Ik kan niet zo goed zingen als Hans, hoor. Dus ik doe het even heel, heel slecht voor, maar het is... Let op, komt-ie, ja? Gamersnet, oh Gamersnet, ja het blauw stroomt door ons bloed. Deel liefde voor de games met ons, want dat doet ons alle goed. Nou, dat wordt de tekst, dat is de refrein, komt ook compleet in. Maar daar heb je het al. De refrein gaan we aanstaande zaterdag inzingen. Dus Hans met 40 man. Met 40 man, dat wordt echt heel veel. Dat wordt wel een ding inderdaad. Flink koortje. Heel live 8 natuurlijk. Ja. Ronde 5. Ronde 5. Ken je deze truc? Ja, de gaaptruc. Ken je ronde 5? Ja, ronde 5 is wel denk ik het meest aparte ding. Het is een aparte de community mag kiezen. Want nog steeds, ronde 5, wederom draait het om de input van jullie. Dus als we een beetje naar de tendens kijken, dan zien we dat niemand meer meedoet op deze ronde. Ja, maar je kan wat je zelf bedenkt nu ook winnen. Ja, dat is het leuke. Ja, en sowieso wint iedereen een t-shirt als je gekozen bent. Nee, deze niet, is te duur. Nee, een t-shirtje was 20 euro inkoopstuk. Ik heb er nou al 3 weggeven, prima. Dat is goed genoeg. We houden ermee op. Tot dusver de charity. Ja. Ronde 5 is, en dit is natuurlijk altijd wel leuk met sport in het algemeen, is de gimmick van de sport. Ja. Herinnert u zich nog welke... WK Afrika, volgens mij. Was dat? Dat was Afrika, Zuid-Afrika. Het WK in Zuid-Afrika met de vuvuzela's. WK in Zuid-Afrika met de vuvuzela's. Dat was echt zo'n gimmick die enorm groot is geworden. En eigenlijk moet Gamersnet dat ook hebben met de Gamersnet Rebels. Een gimmick. Een gimmick, de Bavaria's jurkjes. De Bavaria, god, die waren echt heel goed, ja. Goed, die passen niet echt bij ons, want wij hebben geen vrouwen. En, ja, nee, maar goed, Lennart gaat ook wel in zo'n jurkje, dat hoor. Dat is, geen probleem. Lennart is overal dat weet ik ook wel dat hij dat doet. En ik ook, maar dan in privé. Maar nee, een gimmick. Ik zat meteen aan te denken, en ik vind dit een goede tip, denk ik, om mee te geven. Van, denk in deze stijl. Je hebt ook van die cheering sticks. E-sport heeft altijd van die cheering sticks. Sla je dan tegen elkaar en dan komt dan een... kabaal uit, dat wil je niet weten. Maar goed, we hebben als een panda als mascotte. Bamboestokken als cheering sticks. Nee. Ja, ik vind het een goed voorbeeld. Het is wel iconisch. Het is zeker iconisch. Je denkt een beetje daar over het logo en de naam. Ja. Dus, ik wil van jullie weten, wat moeten wij gaan laten maken als soort van gaming, of van een soort van fan peripheral, een ratel. Ja. Check daarvoor eventjes, je hebt van die... hoe heet dat? Van de kerstpakketten website. Waar je kerstpakketten kan kopen. Oh, dat is waar. Kerstpakketten kan kopen. Maar dan kun je vaak ook hele aparte dingen laten bedrukken. Zoek dat soort websites op. Doe inspiratie op. Wat zou jij willen als peripheral voor de Games at Rebels. Waarmee we de stadions in kunnen. Vuvuzela kan ook. Maar dan worden we wel denk ik het werelds meest gehate e-sports team. Van mij mag het. We zijn de Rebels. we doen ons ding. En als je de winnende bent. Dan win je hem ook. Want we gaan ze ook laten maken. Echt. Dus ook in Games at Rebels stijl, dan gaan we het laten drukken. Ja, voor zover dat kan. En niet te duur is, dus leg een beetje op de centjes. Hè? Dus zoek op de action en zo en dat soort dingen, Aldi. Dat is eigenlijk jullie opdracht voor de komende week. Mail naar prijsvraag@gamersnet.nl je linkjes of zet ze hieronder in de reacties of doe het via Twitter, Facebook. Als we het maar krijgen. Als we het maar binnen krijgen. Dit is stap 5. Is dit de laatste stap? Nee, hè? Nee, we hebben 8 stappen. Wow, maar goed, alle input is welkom. Dus drop het hieronder of hierboven. Ja. Waar we ook zitten. En als je op dinsdag kijkt, check vanavond ook Gamersnet live. Want de Hearthstone-spelers gaan vanavond uitkomen in de ESL Benelux voor de Gamersnet Rebels. Ook een kwalificatie, toch? Ook kwalificatie. Oké, dus duimen en zo. Duimen. Okay. En tot volgende week. Hoe is dit duimen? Dit is niet eens een duim in. Ik zat te denken, dit is helemaal niet duimen. Wat is dit dan? Dit is duimen. Ja, nee, maar duimen voor dit. Dit is hopen, toch? Dop. Dop? Dop, kruis. Nee, dit is dop.
Dit zeiden we altijd als je pauze, als je zeg maar even niet mee wilde doen met tikketje, dan zei je dop. Oh nee, dat was dat niet achter je vinger? Okay. Achter je vinger? Ja, achter je vinger. En dan ruiken.